Nou, iedereen welkom. Leuk dat jullie de tijd hebben gemaakt om te komen kijken. Ik hoop dat ik jullie kan inspireren vanmiddag een uurtje over persoonlijke groei, minimalisme en duurzaamheid. Ik begin even met Growth Thinkers. Dat is eigenlijk de blog die ik samen met mijn partner Claire, business partner, run. We doen het sinds een paar jaar echt samen fulltime ondernemen. En dat gaat goed en ik geef lezingen en we hebben bijvoorbeeld ook een eigen website. En toen ik in Nederland terugkwam en ging zoeken naar meer blogs over persoonlijke groei, meer artikelen, kwam ik uiteindelijk op minimalisme terecht. Eigenlijk een tool die je helpt om te richten op jouw bliss, op dat wat je het allerliefste doet. Het volgen van je hart eigenlijk. En minimalisme is eigenlijk gewoon is die tool waarmee je identificeert van, dit is echt belangrijk en de rest ga ik verwijderen. Waar u het over had, van hoe ruim je nou op? Hoe maak je nou eigenlijk een keuze uit de spullen die je in huis wil? En wat ik eigenlijk heb gedaan is, op dat moment las ik een boek van Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. En wat hij eigenlijk aan je vraagt is, maak een soort begin with the end in mind. Dus denk aan het einde van je leven. Hoe wil jij herinnerd worden? Wat wil je dat mensen over je zeggen? Het gaat zelfs zo ver in het boek dat hij vraagt om je eigen begrafenis, crematie, te visualiseren. En je voor je te zien van, wie gaan daar allemaal spreken en wat zeggen die dan over mij? Een collega van me, iemand uit mijn klas, iemand uit mijn familie, mijn partner, mijn kinderen. Wat wil je dat ze over je zeggen? En het is nogal een heftige opdracht, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken dat je 90 jaar bent. Je kijkt uit over een rots en je denkt na over je leven. Wat wil je dat anderen over je zeggen? En dat ben ik gaan opschrijven. Ik zat natuurlijk heel erg in die, ik wilde gaan andere mensen gaan inspireren met persoonlijke groei ook. Dat was een soort van mijn nieuwe richting. En dat gebruikte ik eigenlijk als leidraad om mee te gaan opruimen. Het schrijven van een persoonlijke missie zorgt voor meer richting en focus in je leven, waardoor je makkelijker kunt kiezen. Nou, hoe doe je dit nou? Even in het kort, dit is ook een oefening die in het boek staat, maar je schrijft die rollen op die je hebt in het leven. Hè? Dus wat ik net zei, van al die mensen die dus wat over je zeggen, daar geef je een rol aan. En dan denk je, wat wil ik dat die over me zeggen? En daar ontstaat eigenlijk een soort heel duidelijk blissplan, kun je het noemen, visie uit. Ik noem dat eigenlijk een beetje van binnen naar buiten minimaliseren. Dus je ontdekt wat er voor jou echt belangrijk is. Je gaat zelf onderzoek doen, zelfkennis doen. En dan ga je eigenlijk, ik was op dat moment wel zat heel erg in in die energie. Je gaat bij alles afvragen, helpt dit bij mijn persoonlijke missie? Is dit iets wat, een bezitting, is dit iets wat daarbij helpt, bij datgene wat ik het allerliefste doe? Dus toen ben ik bijvoorbeeld begonnen met mijn Xbox weg doen, met mijn spelcomputer, omdat ik best wel veel gamede. Ik game nu nog steeds, maar op dat moment was het heel fijn om dat even te verwijderen uit mijn leven en eigenlijk me volledig te focussen op wat ik het liefste deed. Nou, minimalisme is dus eigenlijk heel simpel. Het is datgene belangrijk maken wat voor jou het allerbelangrijkste is en alles verwijderen wat daar niet bij helpt. En dan zou je bijvoorbeeld ook van buiten naar binnen kunnen minimaliseren. Van binnen naar buiten is mijn favoriet, maar van buiten naar binnen is eigenlijk gewoon in een ruimte starten. Dus bij wijze van spreken in je slaapkamer en dan na te denken van wat gebruik ik hier nou echt van? Wat heb ik hier nou echt van nodig? Wat dient mijn leven? En jezelf dat soort vragen stellen en vervolgens stop je die spullen bijvoorbeeld in een tas en ga je dat verkopen. Je zet het natuurlijk op marktplaats of je geeft het misschien aan iemand anders. En zo begin je en ontdek je dus dat die ruimte, die wordt rustiger, meer overzicht. En dan gaat eigenlijk ook wel een balletje rollen, want dan krijg je ook wel weer zin om aan andere ruimtes te beginnen. Marie Kondo, wie kent Marie Kondo? De Japanse opruimguru heeft eigenlijk de methode om te beginnen bij je kleding. Dus je gooit al die kleding op een hoop en je vraagt je bij alle kleding af van, draag ik dit echt? Voel ik me fijn als ik dit draag? Heb ik het überhaupt nog nodig? En zo ga je eigenlijk beginnen. Nou, ik kan je zeggen dat zodra je bent begonnen, dat je niet meer kunt stoppen. In ieder geval als dit echt iets is wat je heel graag wil gaan doen. Het moet ook bij je passen. Ik ken ook zat mensen die zeggen van, Jelle, ik ga heel goed op al die spullen en ik vind dat heel fijn. Ik word daar gelukkiger van. Dat is ook helemaal goed. Weet je? Ik ben hier ook niet om jullie te bekeren tot het minimalisme. Maar weet dat het een tool is eigenlijk om veel meer je te richten op dat wat je echt belangrijk vindt. Nou, nog een paar andere voordelen. Je houdt meer geld over, want je koopt minder. Je koopt echt wat je nodig hebt en wat iets toevoegt aan je leven.
Je hebt meer tijd en energie voor die bliss. Meer tevredenheid, want je doet het eigenlijk met dat wat je al hebt. En ja, hier in het Westen hebben we het eigenlijk al ontzettend goed. Als je kijkt naar andere delen van de wereld. Je vergelijkt je minder met anderen. Je hebt minder stress. Hè, want minimalisme gaat dus ook over het minimaliseren van verplichtingen. Maar ook uitgaven. Dingen die je aangaat in het leven eigenlijk. Afleidingen komen ze ook bij. En dat wat de wereld nodig heeft. Het zorgt voor die kleinere voetafdruk. Dus hoe minder je koopt, hoe minder spullen er eigenlijk hoeven te komen met die grote zeecontainerschepen die van hot naar her varen om ons te voorzien van spullen die we uiteindelijk niet echt nodig hebben. Ook dat heeft zeker invloed. Daar komen we ook later nog op het kopje duurzaamheid. Maar je kunt dus minimaliseren op het gebied van bezittingen. Bezittingen is misschien het meest populair door Marie Kondo, door het opruimen van spullen. Het is direct, het is meteen in je omgeving. Je krijgt natuurlijk heel veel van anderen. Nou, bij ons komt er een kindje aan. Nou, een vriend van mij zei gisteren nog van, ik ben wel benieuwd hoe jullie het allemaal gaan doen. Want hij is al vader met al die cadeautjes die je op je afkrijgt. Ook dat wordt een mooie challenge. Maar ja, wat u ook al zei volgens mij, we hebben zo ontzettend veel. En er komt steeds meer bij ook. En soms hebben we het niet eens door. Het komt uit van de plinten komt het naar binnen. Afleidingen, hè, dus wat laat ik de hele dag toe via smartphone, et cetera. Ook dat waren dingen waar ik uiteindelijk streng ben gaan kijken. Van, nou, helpt dit dan ook echt bij die bliss, datgene wat ik het liefste doe? Verplichtingen, ook daar kun je op gaan filteren en uitgaven natuurlijk. En om af te sluiten met het kopje minimalisme, gaan we daarna naar de duurzaamheid. Dus meer ook de duurzame kant, wil ik jullie even een kort stukje laten zien uit de documentaire Minimalism. Ja, je hebt dus inderdaad dus die van binnen naar buiten methode. Dus als je voor jezelf duidelijk hebt opgeschreven van, nou, dit is voor mij belangrijk. Zo wil ik aan het einde van mijn leven herinnerd worden. En dan kun je bijvoorbeeld, tenminste zo werkt het bij mij, dan kun je eigenlijk bij alles al zeggen van, nou, dit helpt daarbij of niet. Natuurlijk zijn er ook dingen die gewoon heel mooi zijn. Hè? Bijvoorbeeld als je spullen hebt met extreme emotionele waarde bijvoorbeeld. Daar heb ik op een gegeven moment ook wel naar gekeken. Maar ook wel een aantal dingen bewaard waar ik van zei van, nou, dit is voor mij echt zo belangrijk. Dat houd ik. En de rest heb ik bijvoorbeeld gefotografeerd en ingescand. Ik hield bijvoorbeeld een ticket over van Michael Jackson van een concert in 1992. Wat voor mij een heel belangrijk concert was, omdat ik met mijn vader daar was. En ook de liedjes die hij schrijft zijn best wel, raken me. Man in the Mirror. Er worden van allerlei andere dingen over Michael Jackson gezegd. Maar echt zijn muziek en zijn teksten hebben mij altijd geraakt. En dat is bijvoorbeeld een ticket wat bijvoorbeeld wel in onze woonkamer staat. En wat me altijd weer doet denken aan, aan die avond. Dus denk, zeg maar, omdat we ook zo overwhelmed worden, worden dat soort mooie dingen ook een beetje ondergesneeuwd. Dus dan zou ik bijvoorbeeld kijken van, nou, wat heeft echt extreme emotionele waarde? De rest kun je bijvoorbeeld allerlei brieven die je hebt of zo van vroeger, zou je kunnen fotograferen. Want uiteindelijk gaat het niet om dat ding, maar die herinnering, daar gaat het eigenlijk om. Die herinnering zit in ons. Maar zo zijn er natuurlijk ook weer, dat is dan één categorie waar je dan bijvoorbeeld op stuit. Maar ja, het is ook natuurlijk de boodschap, hè, die we natuurlijk op ons afkrijgen van, hoe meer je koopt, hoe gelukkiger je eigenlijk bent. Maar dit is dus, dit is wel een iets wat, het bericht wat natuurlijk wel veel op ons afkomt. Hè, billboards die je ziet van, dat is ook heel slinks, wordt dat eigenlijk door grote bedrijven wordt natuurlijk, in jou gepusht, om het zo maar te zeggen, zodat je meer koopt. Dus dat is ook wel iets goed om je bewust van te raken. En als je wat meer wilt lezen, die documentaire is dus ook echt een tip. Op Netflix staat die. En dan zou ik je deze twee boeken aanraden. Alles wat overblijft is echt dat persoonlijke verhaal van die twee mannen uit Amerika. De Minimalists. Waar ze ook eigenlijk ontdekken dat ze alleen maar bezig zijn met meer willen. En meer door minder is een heel compleet boek eigenlijk over minimalisme. Dus die zou ik absoluut aanraden. Minimalisme, je had het ook over net. Less is Now is van de twee minimalisten ook wel echt een tip om te bekijken. The True Cost natuurlijk. What the Health and the Game Changers gaat meer over voeding, over de impact van voeding. Cowspiracy ook. Forks Over Knives ook. En Terra gaat echt ook over de natuur. Hoe mooi die natuur is die we hebben en hoe we die ook langzaam steeds meer aan het slopen zijn. Nou, even heel in het kort over die opwarming van die aarde. Wat is daar nou aan de hand? Het is eigenlijk, de atmosfeer is een schilletje om de aarde heen. En die,
daar stoten we allemaal broeikassen naartoe. En die zeecontainerschepen die met die kleding varen, die hebben daar ook een enorme impact op. Wat ik ook wel een mooi stukje vond uit het boek van Jelmer Mommers, de correspondent over klimaatverandering. Dan is de vergelijking met een glazen potje. Als je daar CO2 in doet en je zet die in de zon, dan wordt die ook veel sneller heet dan een potje met gewoon lucht. Dus dat is aan de hand. Het is enorm groot. En ook daar ben ik naar gaan kijken, wat kan ik daarmee doen? Nou, minimalisme helpt daar al bij, omdat je wat minder koopt. In die zin, koop minder nieuw. Probeer je wat meer tweedehands en refurbished en zo te kopen. Daar geef ik zo ook nog tips over. Maar dit was voor mij ook een eye-opener naast die True Cost. Het boek van Babette Porcelein, De Verborgen Impact. Dus dat wat eigenlijk zichtbaar is, waar we misschien op letten. De stekkertjes in stopcontact, wat meer letten op je energieverbruik. Maar daar zit dus enorm veel onder, waaronder dus die spullen die van hot naar her vervoerd worden. Dit is eigenlijk, zij heeft het in kaart gebracht en op nummer 1 staat ook spullen en op nummer 2 vlees, op 3 wonen. Dus zij heeft eigenlijk uitgezocht wat zit er nog allemaal onder die dingen waar we misschien zelf gewoon naar kijken, maar die we dus niet zien. En dat heeft me ook echt doen beseffen dat het gewoon veel groter ook is. En dit zijn dan bijvoorbeeld wat dingen die, hoe groter het vak, hoe belangrijker het eigenlijk is om die uitstoot te stoppen, om die klimaatverandering te stoppen. Want 1 is natuurlijk die uitstoot, maar 2 is ook de biodiversiteit, dus die natuur die steeds minder divers is. Nou, hier bijvoorbeeld het plantaardige dieet, minder vlees eten is bijvoorbeeld een goede optie om hier iets aan bij te dragen. Voedselverspilling verminderen is enorm. Dus daar kun je, dit zijn eigenlijk die grote stappen die je kunt maken. En die vind ik dan zelf ook het belangrijkste. Dus minder kijken naar het plastic in de supermarkt. Maar veel meer kijken naar wat zijn wat grotere stappen die je kan maken. Nou, een plantrijk eetpatroon is daar een deel van. Verduurzaam je huis, kies voor echt groene energie. Koop minder en bewuste spullen en gebruik het zo lang mogelijk. Dat minimalisme verhaal. Vergroen je reispatroon. En dit vond ik wel een leuke, die heb ik ook afgelopen tijd geleerd van een paar gasten die ik heb geïnterviewd. Van probeer die biodiversiteit in je tuin te verhogen. Als we dat met heel Nederland doen. Dus van deze tuin eigenlijk een wat groenere tuin maken. Ook daar kunnen we natuurlijk enorme, als we allemaal dat stapje maken, hebben we een veel groener Nederland eigenlijk. Want er staan zoveel huizen ook. Dus dat is iets wat je bijvoorbeeld ook al gewoon kan doen. Nou, nog een aantal mind-blowing facts. Er zitten 15.000 liter water verborgen in 1 kilo rundvlees. Om de CO2-uitstoot van een retourtje naar Bali te compenseren, zou je 1.000 bomen moeten planten. En van het oppervlak aan landbouwgrond waarvan 1 vleeseter kan worden gevoerd, kunnen 3 tot 7 vegetariërs of 12 tot 20 veganisten leven. Dus enorm veel land gebruikt om die dieren te voeden die wij vervolgens eten. Nou, dat zijn allemaal... systemen die we wel echt moeten gaan veranderen in de komende 10 jaar. Want het is best wel een urgent probleem. We hebben het eigenlijk een beetje natuurlijk hierover gehad, op die verantwoordelijkheid van de consument. Maar laat ik je wel heel eerlijk zeggen dat wat wij doen een hele... dat het eigenlijk klein is, maar dat het wel telt. En hier zit die grote verantwoordelijkheid. Bij die grote bedrijven, bij de overheid, bij de politiek. Dus stem op die partij die daar iets ook aan wil doen. Dus hier zit eigenlijk de grote uitstoot. En hier is ook wat te doen. Maar zie dat wel, dat was voor mij ook wel leerzaam, zie wel dat verschil. En natuurlijk kunnen we hier ook, hier zijn we ook actief. We zijn natuurlijk uiteindelijk allemaal die mensen die het doen. Dus die overheid ook stimuleren met die demonstraties en gewoon op de straat gaan, dat helpt ook absoluut. Maar dat verschil, dat is denk ik wel belangrijk. En ik zou zeggen, alles telt. We hebben weinig tijd, alles telt. Alle stapjes die we maken, die tellen mee. Hoe klein ze ook zijn. Maar kijk wel uit voor ecorexia. Dus dat je het gevoel hebt dat je niet genoeg kan doen om de wereld te verbeteren. En dus denkt, ik kan maar beter onder een brug gaan wonen, want dan heb ik de minste impact. Kijk daar wel voor uit. Blijf wel genieten ook van die stappen die je kunt maken. Dus kijk naar waar je zin in hebt. Voor mij was dat bijvoorbeeld te kijken van wat kan ik eigenlijk allemaal nog meer maken zonder vlees. Dingen die ik heb gelezen of geleerd natuurlijk ook van vroeger. Gewoon mijn moeder had ook altijd gewoon AVG'tje en kaas en noem het allemaal maar op in huis. En toen leerde ik ook nieuwe ingrediënten, nieuwe gerechten. En dat vond ik ook heel leuk. Stond ik ook meer in de keuken. Dus je ontdekt ook weer nieuwe dingen. Dat vond ik bijvoorbeeld een heel
leuke stap om te gaan zetten. Kijk daar absoluut naar. Je kent deze mevrouw. Allemaal wel, ja. Is goed bezig, of ja, doet goede dingen. En het zegt ook wel hoeveel impact één persoon kan maken, toch. Hè? We kunnen allemaal die stapjes zetten. Maar als je echt ook politiek actief wordt en je echt gaat uitspreken, dat hebben we wel echt nodig nu. We hebben echt nodig dat meer mensen zich hiermee hier druk over gaan maken. Dus geef dat ook door. Nou, dit is wat je dus ook zelf nog allemaal kan doen. Dit is eventjes het beetje het consumentendeel. Dus qua spullen, kijk naar tweedehands. Refurbished qua elektronica is geweldig, omdat dat eigenlijk ook tweedehands is, maar opnieuw wordt gecheckt en je hebt daar ook garantie op. Dus wil je die nieuwe iPhone, wil je de nieuwe technologie, kijk op die refurbished sites. Je hebt bijvoorbeeld backmarket.nl, heb ik laatst ontdekt. Echt een hele goede website waar heel veel op staat en wat eigenlijk allemaal al, mensen niet meer gebruiken. En daar wordt opnieuw gecheckt, zodat het gewoon goed is en daar zit garantie op. Dus dat is echt top om te doen. Koop het niet nieuw, maar koop het refurbished. En kijk qua kleding naar die duurzame merken. Dus de merken die het anders willen doen qua kleding. Dus niet de fast fashion ketens, maar steun de kleine merken die echt ook hier mee bezig willen gaan. En het al doen. En je kunt natuurlijk ook altijd spullen lenen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een app Peerby, waar je gewoon kan zeggen, nou, ik heb gereedschap nodig. En dat kun je dan bij wijze van spreken bij je buren halen die zich ook hebben aangemeld. Dat zijn allemaal goede initiatieven die lenen eigenlijk dat stimuleren. Dus qua spullen, qua kleding ook tweedehands, duurzame merken, lenen. Voeding, plantaardig. Dit vind ik een heel leuk boek van Lisa, een vriendin van ons. En die heeft allemaal mooie recepten bij elkaar toegevoegd in één boek. En dat raad ik zeker aan. Voedselverspilling, let daar op. Ik hoorde laatst een hele mooie tip van eigenlijk de vriezer. Waarom hebben we die vriezer eigenlijk? Koop gewoon, pas eigenlijk als je koelkast leeg is. Vul dat hele huis niet, maar kijk veel meer naar wat heb ik en hoe kan ik dat eerst weer opmaken, zodat ik weer opnieuw boodschappen ga doen. Het zijn natuurlijk voedselverspilling, daar is nog ontzettend veel te winnen. Op bedrijfsvlak, maar ook thuis. Ongeveer 50% van alles wordt weggegooid. Dat is ontzettend zonde. Daar kunnen we echt ook een enorme stappen mee maken thuis, maar ook hier op zo'n school bijvoorbeeld. Dan de woning. Woninggrootte. Energieleverancier kiezen die ook echt groene energie stimuleert. En ledverlichting. Ik had het er laatst ook nog over met wat vrienden van wat maakt het nou uit waar ik mijn energieleverancier heb. Uiteindelijk komt toch alle stroom van één plek. Maar als je dit, het is eigenlijk die top, als je hier gewoon je energiecontract afsluit, dan geef je wel het teken naar de markt van er is behoefte aan groene energie. En dat wordt natuurlijk opgepakt en hoe meer vraag ergens naar is, hoe meer aanbod er ook komt. Dus er gaan ook meer bedrijven daarmee aan de slag. In die zin hebben wij als consument natuurlijk een enorme invloed. Want wat wij kopen is dus blijkbaar belangrijk. En daar kunnen we ook echt gebruik van maken. Nou, qua interieur, duurzame producten wat betreft schoonmaken en duurzame materialen zoals deze verf van verf. Elektrische auto, minder vliegen, is ook echt een goede stap die je kunt zetten. En dit is misschien nog wel de minst bekende en die ik ook absoluut zou willen aanstippen. Kies voor die duurzame bank. Dus die bank die dat geld investeert in duurzame beleggingen. Maar ook verzekeringen bijvoorbeeld. Er zijn rapporten van het VBDO, vbdo.nl. Qua banken is de Eerlijke Geldwijzer. En dan kun je gewoon kijken van welke grote pensioenfondsen investeren nou dat geld, wat wij elke maand betalen voor die zorgverzekering bijvoorbeeld, weer in die duurzame beleggingen. Vorig jaar was dat DITSO, was de meest duurzame zorgverzekering. Dit jaar zijn er weer wat dingen veranderd. Dus ik kom binnenkort op de blog met een nieuw onderzoek van wat is nou die meest duurzame verzekeraar om gewoon elke, want daar gaat heel veel geld naartoe. Dus dat is ook, hè. Stem met die portemonnee, stem met jouw geld. Daar kun je echt verschil mee maken. En weet dat verschil er absoluut is, hoe groot of klein dat verschil ook mag zijn. Alles telt. Kijk uit dat je er niet ongelukkiger van wordt. Maar dat is wel goed om je te beseffen. En dit is natuurlijk een dooddoener, elkaar bekritiseren op niet duurzame keuzes.
Het heeft geen zin elkaar een beetje van, ja, maar jij eet wel vlees. Je vliegt dan niet, maar je eet wel vlees. Dat soort opmerkingen. Laten we gewoon kijken naar wat we allemaal, wat iedereen eigenlijk wel doet. De stappen die je wel zet. En ik raad absoluut aan om iets, hè, waar je van denkt, van, nou, misschien heb je al iets gezien van, nou, dit is wel iets wat ik heel graag zou willen veranderen. Maak er een 30 dagen challenge van. Niet iets wat eindig is, van, of oneindig, van nou, ik moet nu alleen maar stoppen, hè, of ik wil nu alleen maar 3 weken bij wijze van spreken vlees eten per week. Of gewoon helemaal niet. En dat ga je bijvoorbeeld 30 dagen gewoon eens testen. Gewoon een maand. Gewoon van, bijvoorbeeld in november begin je daarmee. En dan aan het einde van de maand maak je de balans op. En dan ga je denken, nou, dit vond ik er wel fijn aan, dit niet. Dat werkt voor mij heel goed om iets gewoon te gaan testen. Maar wel te weten van, ja, maar ik hoef het niet, het is niet iets wat ik altijd maar moet blijven doen. Ik wil dit gewoon als een soort experiment starten. Zou ik absoluut aanraden. Nou, voordat we naar de vragen gaan, wil ik jullie nog even meenemen naar een kleine oefening. Ik zou jullie willen vragen om eens aan een moment terug te denken dat je iets wilde wat je nu hebt. Sluit even je ogen. Denk aan een moment dat je iets wilde wat je nu hebt. Nou, uiteindelijk komt het hierop neer dat iemand op dit moment hoopt nu op iets wat jij heel normaal vindt. Dus laten we proberen ook dankbaar te zijn met wat we al hebben. Dus probeer gewoon dankbaar te zijn elke dag.